Nou. Beste mensen, ik heb denk ik een jaar of 7 geleden een lezing gegeven over de geschiedenis van de aanzichtkaart. En ik ben daar eigenlijk door gebiologeerd, omdat ik elk jaar aan de Belgische kust zit en daar is een levendige handel in printbriefkaarten. En de geschiedenis van de aanzichtkaart is erg interessant. Er komt nog een dia van langs. Maar ik was nou bezig eigenlijk, omdat ik 3 jaar geleden zomaar op een rommelmarkt in Drunen, in het park daar. Het was een rommelmarkt op zondag en wij kwamen daar wat laat in de middag aan, ik denk dat het wel 4 uur was. En er stond een man met een heel album met Tilburgse oude aanzichtkaarten. Ik begon ze te bladeren en ik schrok er bijna van. 1899, 1902, 1903, nou die kom je niet vaak tegen. Laat staan betaalbaar. Nou, ze kosten bij hem allemaal 3,5 euro. Dus het gaat nergens over. Alleen had ik geen geld bij me. Dus ik moest even bellen naar mijn vrouw aan de andere kant. En die zei, ik had er dus een stuk of 12 uitgezocht. De helft, Jan, mag je meenemen. En zo gaat dat, hè. In een streng huwelijk. Ik geloof dat ik nog gewonnen heb. Dat ik 7 of 8 heb meegekregen. Maar je zult ze zien. En dat biologeerde me zo hevig. Omdat die hele oude aanzichtkaartje kon je bijna nooit tegen. Ik had de geschiedenis van de aanzichtkaart ook een beetje aangevuld met kaarten van heemleden uit Tilburg, Ad onder andere. Maar ook zeker Wim Franke. Wim Franke heeft alleen niet zo heel veel hele oude. Het is van voor 1920, maar had er wel veel. Die zitten ook een beetje in deze serie, omdat ik het verhaal een beetje wil uitvullen, ziet u wel, van de oudste 1898 tot 1960. Dus niet heel recente, maar ik stop ongeveer bij de opkomst van het zand. Ik heb de heren hier ook bedankt, want met die aanzichtkaart kon je het verhaal ook een beetje completeren. Ik heb deze lezing 2 maanden geleden voor het eerst gegeven in de Duinsberg. Daar met een klein publiek van 18 mensen zat achter en de mevrouw hevig mee te bladeren. Bladeren? Ja, die had hem al bij op de schoot liggen. Ik zeg, dat is interessant. En die had mevrouw Luiten. Ik heb ze ook eronderop staan, want daar heb ik ook een paar kaarten van kunnen gebruiken. Als je de oudste aanzichtkaart van Tilburg die ik heb, die is van 1898 en dat is voor een aanzichtkaart verdraaid oud. Het is een beeld wat heel oud is van de oude markt, hè? De Heikse kerk. En ik heb daarnaast ook de oudste foto van Tilburg uit het Leidse archief, komt die uit het Leidse gemeentearchief geloof ik. En daar kun je die vrij goed vergelijken, die kaarten. Je ziet er een hele hoge schouders van de Heikse kerk, om het zo te zeggen. De Heikse kerk was ondertussen wel ommanteld, hè, dus die nieuwe spits erop en ommanteld de oude toren. Maar je ziet vooral aan de zijkanten nog hele hoge schouders, noem ik dat dan, van die Heikse kerk. En je ziet natuurlijk heel fraai in de verte staan het oude stadhuis van Tulder. Wat hier, de meesten hebben het nog gekend, hè, wat afgebroken is, dus een beetje in de jaren rond 1960. Hè. In ieder geval een heel oud beeld. En ook interessant om te kijken, daar kom ik daar nog even op terug hoor, dat de helft van de voorkant werd ook beschreven. Hè? Dus je leest hier ook, lieve Frans, Frans die zat op school, op Rolduc. Dat was in de 19e eeuw al een beetje een chique kostschool, voor met name wat jongens, vooral van gefortuneerde ouders, maar ook vooral met de voorbestemming om toch wel een beetje de technische kant in de toekomst te gaan. Of ze gingen de industrie in, of ze de zakenwereld. En zijn vriendin die schrijft hier, God, ik had je beloofd om een kaartje te sturen naar Tilburg. Ja, ik heb het gevonden. Een heel fraai kaart. De tweede oudste kaart, die is eigenlijk ook heel bijzonder. Van het paleis, raadhuis, nu, hè, maar toen de Rijkshogere Burgerschool. En het bijzondere hiervan is dat er kanteel op staan. En u vindt weinig kaarten van het oude paleis raadhuis met kantelen erop. Die zijn er ongeveer in het einde van de 19e eeuw, dus net voor 1900, zijn er die afgehaald of opgemetseld. Ik weet niet precies hoe dat ze het opgelost hebben. Ja, en een stukje geschiedenis erbij is dan natuurlijk dat hij tot 1934 Rijks-HBS is geweest. En dat het dan aan de Riemann Oost komt, zoals iedereen ziet, dat er goed zal herinneren. Nog zo'n oude kaart uit net 20e eeuw, 1901, Korvel. De kerk staat op het plein hè, van Korvel, de eerste kerk. Het was de derde parochie in Tilburg, hè, het Heiken, het Goorke. En dan komt Korvel. 1851 deze kerk gebouwd. En is in 1924 is een nieuwe kerk er gekomen aan de overkant. Mijn vader vertelde al, die is opgegroeid op het Zandeind. Dat hij er van het Zandeind was van 1914, dat was toen een jaar of
9 of 10 en dat hij dat in de verte kon zien, dat de toren van Corvel werd gebouwd. Een briefkaart met een potlood aantekening. Je kunt vaak wel zien van wie hem gestuurd heeft naar een tante, een familie of een vriend, een lid in 1901. Ja, hij stond er toen nog. Vandaag staat hij de geschiedenis van de Tilburgse Linde nog in de krant. Hè? Ja, ja. Er is een onecht kind, of zou ik het moeten noemen, maar in ieder geval toch een nakomeling in de Ambrosiushof gevonden bij de Beekse Bergen. En wie weet, komt hij toch weer terug. Het zou meneer Kuiper deugd doen. Ja, ja. Want ik heb erbij gestaan in 1994 toen hij omging. Ik was toevallig, ik had een boodschap in Tilburg Centrum, weet ik nog wel. En ik hoorde ook van wethouder Jan Timmermans, het bestuur gaf er eigenlijk geen ene moer om. Hè. Die deed er ook eigenlijk niet zijn best voor. En dat tekent tikkels toch wel het stadsbestuur. Hoe makkelijk zijn de kaarten eigenlijk te dateren? Hoe weet je zo precies dat ze uit die jaren zijn? Ja, hoe makkelijk zijn te dateren? Ik heb altijd twee kansen, want je zult zien, ik denk dat je het op de achterkant soms al kunt zien. Maar heel vaak waren de kaarten twee keer gepost, hè. Gestempeld. Dus in zowel de plaats van verzending werd hij gestempeld als in de plaats van aankomst werd hij gestempeld. Deze kun je op de achterkant niet zien, maar je zult er straks nog meer zien. En die datums die zijn dan redelijk terug te halen. Ik weet natuurlijk zo'n beetje ook van wat er moet staan en waar het moet staan, maar ik kan je wel zeggen, de voorkant wordt soms ook gedateerd door de afzender. Die schrijft er bovenop de voorkant 2 januari 1900... een zalig nieuwjaar. En dan weet je het zeker. Maar ik had het over het algemeen. Ik denk bij 90 tot 95% van de kaarten. Er zijn natuurlijk ook heel veel filatelisten die nogal graag kaarten hadden, omdat ze de postzegel dan afweten. Maar dat was niet altijd zo interessant, omdat het natuurlijk toch bijna altijd hetzelfde lage porto kosten zijn. Dus die postzegels die hebben ze onderhand wel driedubbel. Ik vond dit ook wel heel fraai kaartje. Je denkt, heeft hij zoveel geleden? Nee, hij heeft een zwart gerookt randje, zou je kunnen zeggen. Dat kwam wat chiquer over. Dus het is niet van de slijtage dat hij daar zwarte rand heeft. Maar een ontzettend mooie lindeboom. En ja, de geschiedenis, je kunt het hier zien, dat hij het loodje heeft gelegd. Komt toch eigenlijk vooral omdat hij gewoon geen plek kreeg om zijn wortels lucht en water te laten vangen. Ik zei je al de geschiedenis van de aanzichtkaart even in het kort. Ik kan je met een pointer aan gaan geven. Je krijgt een, die pakt het op het scherm vaak niet zo goed, dus ik zal het een beetje aanwijzen. Het heel belangrijk gegeven in heel West-Europa is, misschien wel heel noordelijk Alfond, is dat men vroeger altijd genoodzaakt was om iemand die post kreeg, om die de porto te laten betalen achteraf. En dat is pas in rond 1850 is dat omgedraaid. Iemand die een pakket of een brief verstuurd moet vooraf port betalen. Hoe deed je dat? Met een postzegel. Dus die postzegel moest je vooraf kopen. En de eerste zegel in Nederland, dit is ongeveer de tweede lichting, met Willem III erop, uit 1851. Dus vaak nog zonder kartelrandjes, die oude zegels. En dat is dus het begin van de postzegelpost. De post bestond al lang. Ik weet het uit mijn archiefwerk dat mensen vaak in het begin van de 19e eeuw en zeker ook op het eind van de 18e eeuw de post via boekhandels verstuurden. Dus dominee Schotel uit Kaam stuurde een brief naar zijn vriend in Amersfoort en die gaf die brief af bij de boekhandel in Breda. En die zorgde dat hij met transport bij de boekhandel in Amersfoort kwam en die zorgde dat meneer hem kreeg en die was daar dus. Die moesten daar dan voor betalen als je die post accepteerde. Maar dat gaat dus in 1851 andersom lopen. Wat is dan een belangrijke stap? 21 jaar later, in 1851 is die post. In 1871 vindt men de briefkaart uit. Dus je kunt aan de ene kant het adres en de porto plakken en aan de andere kant de boodschap kwijt. We hebben in het museum in Nilverenbeek ook prachtige aanzichtkaarten. Mag ik van u 100 bloedzuigers van de beste kwaliteit? Met vriendelijke groeten, de apotheek, huppeldepup. Dus hij deed zijn bestellingen daar. En dan was er nogal wat discussie, ook in het parlement. Hij zei, ja, kan dat zomaar? Hè? Open communicatie heette dat toen ook al, hè? Open post. Hè? Iedereen kon lezen. Iedereen die die briefkaart in handen had, de postbode, degene die het bestempelde, die kon lezen wat je schreef. Ja, ja, dat was zo. En daar schrok men toen al van, hè? In 1871. Nou ja, wij schrikken daar niet meer van, we zijn dat natuurlijk gewend.
Maar men moest dus op één kant de boodschap schrijven en de andere kant was helemaal gereserveerd voor het adres en de postzegel. Wat gaat men dan doen? Dan gaat men toch in 1890 in Duitsland, Oostenrijk, mogen we daar ook een foto op zetten op die kant waar je de correspondentie op zet. En dan zeggen ze, dat mag je zelf weten. Dus ze zetten op de bovenkant van de minuutkaart een fotootje en dan had je de rest nog over om je boodschap kwijt te raken. Nou, u zult er eigenlijk mooie kaarten zien waar er helemaal op de randjes wordt geschreven. Beste ouders, ik ben nu hier en daar naartoe gefietst en dit en dat. Ze schrijven heel zo'n kaart zo rond. En ja, dat loopt een beetje de spuigaten uit, omdat die foto's steeds groter werden. Dus dit is een van de eerste in Nederland, ook uit 1898. En dat is een klein plaatje, maar die plaatjes werden steeds groter. En dat werd op duur. Met zo ongeveer de hele achterkant of voorkant, het is maar hoe je hem benoemt. Hè. Maar de ene kant, die niet beschreven kant, met het adres, niet geadresseerde kant, die werd helemaal volgeschreven. En toen zei ze in 1906, met de wet van 1906, is het in 1907 veranderd. En dan krijgen we een lijn over de kaart. En dan wordt de adreszijde wordt in tweeën gehakt. De ene kant adres, de andere kant de boodschap. Postzegel, rechtsboven. Andere landen deden soms linksboven. En dan was de hele achterkant bedoeld voor een foto of een tekening of een versiering in ieder geval. En dat is eigenlijk in korte lijn de geschiedenis van die ansichtkaarten. En die zul je dus makkelijk terugvinden in deze serie. Omdat de kaarten vooral een beetje gaan over de eerste 30, 40 jaar van de vorige eeuw. Er komen ook al verzamelkaarten. Dit is de kaart die ik van mevrouw Luiten heb mogen kopiëren. En waar je dan al het voorrecht had om al twee foto's op die fotokant te kunnen zetten. Toch nog voor 1906, hè, want u ziet, hier moet dan ook de boodschap geschreven worden. Daar had je niet zo heel veel plaats voor, maar toch nog net voldoende. En dan was ze niet helemaal uitgeschreven. En dan ziet u de gratie hier ondersteboven verder, om te zeggen toch nog de hartelijke groeten. Een van de standaard groeten was ook zo, met u alles goed, met mij ook. Dat schreven heel veel soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Hè. Met u alles goed, met mij ook. Nou, en ook zo'n kaart van mevrouw Luiten die ik nog nooit gezien had, maar je moet echt zoeken naar de titel. De theetuin. De theetuin, het is een foto van Oheron, van de beroemde fotograaf Bersenbrugge, die hiervoor in de Bisschopswijzerstraat een fotostudio had. En die in 1908, geloof ik ongeveer, Tilburg uitgegaan, iets eerder al geloof ik. Tilburg uitgegaan en naar Rotterdam, daar kwam hij vandaan en later naar Den Haag is gegaan. En een van de grootste Nederlandse fotografen, kunstfotografen is geworden eigenlijk. Heeft mijn oma ook gefotografeerd en tante Nonneke. En perfect, een ontzettend mooie, gave, artistieke foto's maakte hij. Nou, dit plaatje had hij ook gemaakt. Waar is die theetuin? En de theetuin die was op Koningshoeven. Ah ja, in de lijn. Ja, ik heb het ergens op moeten zoeken, want ik kende hem ook niet. Ik kende het gegeven eigenlijk ook niet, maar die was weer de Koningshoeven. Ja. En helemaal volgeschreven ziet u wel, hè. En ook een kaart uit, ik meen, 1906, 7, 1902 zelfs, ja. 1902. Hier nog een paar kaarten die... een hele oude kaart van het Beeldenkerkhof, hè. Ook uit 1903. Een reekse kaart in 1903 in Bisschopswijzerstraat. Iets minder interessant. Deze is hier interessant, maar ook een prachtig verhaal eronder waar mensen allemaal geweest waren. Dat ze vooral de groeten moesten doen en weer terug moesten komen. Of met een tegenbezoek werden uitgenodigd. En zo kom je ook een hele hoop te weten over mensen en over het gedrag van onze overgrootouders in het begin van de 19e eeuw. Van de 20e eeuw. Om niet te veel verrast te worden van waar gaat het dan over. Dit is een kaartje van Tilburg uit 1924. En een zusje van dit kaartje staat ook in een van de fotoboeken van Tilburg. Maar dit kaartje niet precies. Maar ik liet hem eigenlijk vooral zien om een aantal dingen aan te kunnen wijzen. Bijvoorbeeld de Bredaarse weg. Die gaat er gewoon zo door naar de Zomerstraat. En dan naar de Heuvel. En dan de Tivolistraat. En dan ging je zo naar de Bossenweg. Je vindt een cavaleriekazerne op de hoek van de Ringbaan West. En je vindt een klein stukje Ringbaan. Ringbaan Oost, hier en hier. En die gaat hier nog een stukje verder. Dus het eerste stukje Ringbaan West in de jaren 20. Je weet dat het ringbanenplan
van Rukert eigenlijk al was van 1918, als ik dat mijn hoofd moet zeggen. Maar in 1920 komen er al een paar straatjes, vooral bij de Ringbaan Oost, die passen in dat systeem. Ja, en de laatste, weet je nog wat de laatste sluitstuk is geweest? Dat hebben we allemaal zelf nog meegemaakt, hè? Ringbaan West, vanaf ongeveer de apotheek op, bij het Burgemeester van de Mortenplein naar de Barendiebaan. Dat is het laatste stukje geweest, wat gedicht is. Maar iedereen herinnert zich nog wel de Hasselse rotonde zonder huis erop. Ook pas in de jaren rond 1960 dat de ringbaan helemaal gesloten is geworden. Dus bij die pijl zie je dan dat stukje. Wilhelminakanaal en de haven waren er al wel, hè, in 1924, maar nog maar net. Dat zijn ze een beetje de bebouwing. Helemaal geen bebouwing in Zuid, hè, dus onder de weg van Korvel naar Oerl, de Oerlense straat, is nog bijna niks gebouwd. Dat komt in 1913 met Broekhoven 3, et cetera. Nou, in het centrum vind je natuurlijk ook een paar mooie foto's van. En ook al oud hoor. En, 1912 en 1913. De kerk van de Heuvel en de Heikskerk. Ook fraaie kaarten, dezelfde uitgever. Hier heb je een kaart van de Heilige Hartkerk op Noordhoek, hè, 1925. De Hoefstraat, die kerk is pas van 1913, Antoniuskerk. En die staan weer op andere kaarten, uit een andere hoek ook. Misschien wat kunstzinniger ook gekeken door de fotograaf van wat erop stond. Een kaart uit 1917 van het klooster van de Trappisten. Het Trappistenklooster is al ongeveer van 1883, als ik het uit mijn hoofd zeg. Ja, en dat nodigt dat toch een beetje uit. Toen ben ik bij Wim Franken een beetje in die doos gaan zoeken van... Dan kunnen we nog kaarten vinden van zo ongeveer alle kerken van Tilburg, hè? Dus je ziet hier bijvoorbeeld Theresiakerk. Maar je ziet in die rechtse foto ook heel aardige nieuwe kerken nog in het zand. De Citruspers heette de ene, geloof ik, hè? En de andere Sint Maartskerk. De Sint Maartskerk was denk ik de Citruskerk. De Citruskerk, hè? En Mager Josje hier in het midden en hieronder. Deze kerk met de spitsen erop en had die kent nog wel. Het ligt hier af en toe wel van wakker. En die rechtsfoto is van het Loedersprochtje op Koningshoeve. Als je dat ooit nog eens wilt nakijken, dat is eigenlijk wel leuk. Hoor. Jullie zullen ongetwijfeld het boek wel kennen van vorig jaar. De historische atlas. Er staat onder alles deze kaart en er staan alle prochtjes met een cijfertje benoemd. In die er in Tilburg ooit gestaan hebben, dan zijn er toch een hele hoop hoor. Tot 1853, hè, zei ik al, hè, de Korvelse kerk is de derde. In de tweede helft van de 19e eeuw, dus vanaf 1950, hè, dan stijgt het in de 19e eeuw stijgt het naar 8 tot 1940, 20. En helemaal op het eind, in 1965, 32 parochies. Dat is ook ongeveer wel de top, geloof ik, want... Er sluiten er dan al een aantal. Als er dan in de race of nog één of twee bijkomen, dan tellen die niet meer naar een nieuw maximum. Maar een aardige kaart in de historische atlas om te kijken naar die kerk. En dan telt hij natuurlijk de Progekerk daar vooral, maar de kapelletjes staan er dan eigenlijk nog niet op. Hè. De Hasselse kapel was daar natuurlijk ook altijd niet alleen de mooiste van, maar natuurlijk ook de karakteristiekste van Tilburg. En daar zijn veel kaarten van... verschenen en ik heb ze met name een beetje gezocht naar wat mooie kleurrijke kaarten. Waar je hier bijvoorbeeld de spuw nog vindt. Hè? En toch een kaart al uit de jaren 30 hoor. En toen de Hasselse kapel eigenlijk nog helemaal binnen de stad lag. Hè? De ringbaan was er nog niet daar, de ringbaan West. En toen de ringbaan West is gekomen met de rotonde, toen kwam de Hasselse kapel eigenlijk buiten de ringbaan te liggen. Daar zullen ze links en rechts wel van wakker gelegen hebben, denk ik. Nog een paar straten rondom het centrum vind je hier een oude kaart, 1905, van de Gasthuisstraat. Boven de spoorlijn, onder de spoorlijn. Direct in de tweede helft kom ik nog even terug te kijken naar mooie kaarten van het spoorwezen. En rechts de kaart van de Lange Nieuwstraat. Met het spitse torentje van de Clarissen. Vertel ik ook wel het verhaal bij dat toen hier in 1910 het eerste vliegmachine op de grond kwam. Die daar bij Boer Vermeer, bij de oude Hoekse straat, op de grond kwam.
van een Franse vliegenier die meedeed aan de halve ronde van Europa. Of de ronde van half Europa, dat is hoe je dat zegt. Men wilde eigenlijk een ronde van Europa vliegen in 1910. Maar men vertrouwde toen Duitsland al niet, moet je nagaan. Hè? In 1910 vertrouwde men Duitsland al niet. En toen hebben ze gezegd, nou we gaan niet over Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. Maar we gaan maar een tour van half Europa maken. We starten in Parijs. En we gaan dan naar Luik toe. En dan niet naar Duitsland, maar dan naar Spa. En van Spa naar Venlo. En van Venlo naar Utrecht. Van Utrecht naar, over Breda naar Brussel. Breda, dat was Schilderij dan. En dan van Brussel naar Calais. En dan naar Londen. En van Londen weer terug naar Parijs. Dat kon in 1910 allemaal al. En die man, die, de vlogen één op kaarten. En die heeft gewonnen. Meneer Beaumont. Maar de meeste anderen die vlogen eigenlijk meer op spoorwegen en kanalen. Dus die hadden wel wat schetsjes bij zich, maar niet echt de kaarten waar je op kon vliegen. Maar dan had de organisatie had overal wel letters neergelegd, ik meen een soort letter L, dat men wist dat men van letter naar letter kon vliegen. Maar ja, monsieur Lasseur uit Frankrijk, die kwam in Venlo, was hij de weg een beetje kwijt. Toen probeerde hij voorzichtig te landen en dat viel niet mee, want het roeide nogal hard. Het raakte zijn staart beschadigd, dus het kostte hem weer een dag om die te maken. Dus liep hij al een dag achter. Toen is hij naar Utrecht gevlogen en daar ging het ook niet allemaal goed. Dan kwam hij van Utrecht weer door en die toen al twee dagen achter lag op de eerste. En toen kwam hij bij om naar vliegveld Breda te gaan, dat was veel zeer. Toen zag hij hier ergens een groot dorp, klein stadje. Met wel ongeveer 22 torens. Toen denkt hij, ben ik nou in Rome? Of zeg ik altijd, ik heb de man niet gesproken, maar zo moet hij toch wel gedacht hebben. En dat kwam onder andere omdat onze watertoren een punttorentje heeft. Hè? Omdat het Kapucinenklooster op Corvel een torentje heeft. Omdat de Clarissen vanaf 1890 een torentje hadden. Dus er waren ook een hele hoop kloostertorens bij. Waar hij zich zo ongeveer mee vergiste. En toen is hij aan de grond geraakt bij Boer Vermeerders op de Oude Hoekse Straat. Maar eigenlijk omdat hij de weg kwijt was, omdat hij veel meer torens zag dan hij eigenlijk kon plaatsen in dit tent. Heeft hij daar gevraagd, où je suis? Zo moet het ongeveer klonken hebben. Hè? En toen hebben ze de pastoor erbij gehaald van de beste. Want die sprak, niet elke boer sprak vloeiend Frans. En het heeft de pastoor hem de goede kant uit gewezen. En toen hebben de brave Tilburgenaar, zo staat het in de krant, die door de politie overigens goed in bedwang moesten worden gehouden. Maar die hebben hem weer aangeduwd en toen is hij richting Gilsrij gegaan en toen kwam hij in een kleine storm terecht boven Alf en daarom ken ik het verhaal helemaal. In Alf is hij de grond geraakt, misschien half kapot en is hij dus onverrichte zaken naar huis moeten gaan. Monsieur Lasseur. Maar Lasseur was vooral geïmponeerd door het aantal torens in Tilburg. Deze kaart had ik ook graag in de atlas, de historische atlas van Tilburg gehad, maar dat heb ik niet gewonnen. De redactie was zo eigenwijs, ik vond ze echt eigenwijs, om ook zonder enig overleg met de auteur of zoiets een andere kaart te maken. Maar dit zijn kaarten uit het Rijksmuseum, uit het Rijksarchief in 's-Hertogenbosch. En het is een ontzettend fraai ingekleurde kaart. Men denkt uit het laatste kwart van de 18e eeuw, dus zeg maar 1775, 1800. Maar ik heb toch goede reden om aan te nemen dat hij iets jonger is. Want, en dat is een van de treffende dingen, er staat voor het eerste keer het ziekenhuis op in Tilburg. Kijk, het zijn twee kaarten die ik aan elkaar geplakt heb hier wel. Er bestaat een set van 24 kaarten, geloof ik. Vier in de breedte moet je eigenlijk zeggen, in kaartologie. En zes in de lengterichting. En die kaartjes die ben ik een beetje met iemand in Goorlen aan elkaar aan het plakken om er iets aan te doen. Ik had er twee aan elkaar geplakt waar je bij je aardig kon zien hoe Tilburg nog bestond en een aantal losse geheugden. Maar voor mij was eigenlijk het meest treffende dat het ziekenhuis erop stond voor het eerst. En dat is eigenlijk wel heel treffend. Het ziekenhuis begint, het eerste ziekenhuis, gasthuisje begint aan de aan het Wilhelminapark, op die hoek ongeveer. Naast de CTM zeg maar zo ongeveer, van nu dan. En daar zijn twee gastvrouwen en een gastheer die als vader en moeder een paar ernstig zieke mensen verzorgde. Want een gasthuis, het woord zegt het ook, hè, hôpital in het Frans, hè, hetzelfde, hè, hospitaal komt daar eigenlijk ook vandaan. Dus het was eigenlijk een hospitaal was eigenlijk een opbergruimte voor zieke mensen.
Genezen deed je daar niet. Genezen doen we eigenlijk pas vanaf 1925, 1940 eigenlijk. Hè, dat het ziekenhuis echt een genezinrichting is geworden. Dat ziekenhuisje is al te klein, dat gasthuisje op de Westmarkt. En dan komt er in 1838 komt er aan de Gasthuisstraat. Daar is het Fratenklooster te staan. En dat is wel een opmerking, want daar hebben we lang plezier van moeten hebben. Van 1838 tot 1924, 1927 is pas het nieuwe Elisabeth geopend. Met 24 begonnen de plannen in de Heuvelse Akkers. Tussen de Ringbaan Oost en de Heuvel in. En daar is toen het Elisabeth ziekenhuis gekomen. Daar komen we straks nog wel een plaats van. Maar dit is dat gasthuis dus. Met een verdieping verhoogd in 1881. Dus in 1838 was het maar een eenlagig gasthuis met een dak erop. En in 1881 heeft het er een tweede verdieping op gezet. En een van die uitbreidingen was de operatiekamer. De operatiekamer zat dus op de eerste verdieping. Dat was niet echt gemakkelijk als er een zwaar gewonde binnenkwam. Zouden onze broeders van de GGD zeggen later. Want dat was natuurlijk toch wel veel sjouwen en schokken, hè? De GGD. Is dat een ingekleurde kaart? Dat is een ingekleurde kaart, ja. Dat is een ingekleurde kaart, maar toch al een hele oude, hoor. Die inkleuren. Er waren zelfs in Japan technieken om het echt machinaal in te kleuren, hè? In Amerika ken ik fotografen die hele reekse negatieven naar Japan stuurden. Ik heb het over 1900, 1910, hè? Toen, hè? Naar Japan stuurden en dan kwamen ze ingekleurd terug. Maar echte kleurtechniek van het afdrukken konden ze dus wel in kleur, maar het echte kleuropnames maken die in het negatief zaten, dat konden ze toch nog niet. Mooie kaart, die ook nog een paar foto's van een geschiedenisboekje over de eerste Elisabeth Gasthuis. Het heet ook Elisabeth Gasthuis. Maar de dokters, vooral ook de specialisten, begonnen aardig beu te raken. De eerste chirurg en de eerste kinder- en zoonarts heeft zich al druk gemaakt om ook hier een bijdrage te brengen in een boek tot uiting te brengen dat men erg ongerust was over dat kleine en ouderwetse ziekenhuis. Daar hadden we dubbeltjesfonds aan te danken, uiteindelijk de dubbeltjesfonds van de Tilburgse Spaarbank. De mensen zal met dubbeltjes proberen om geld bij te leggen om een ziekenhuis te krijgen. Er was één grote donatie van 100 gulden geloof ik binnengekomen. Dat was al veel geld toen, hoor. En dat was altijd geheim en geheimzinnig van wie die toch was. Maar die was van dokter Delen. Dokter Delen was eigenlijk de eerste halfspecialist, heette dat officieel. Hij is altijd huisarts gebleven. Maar het was een heel vaardige chirurg. Had hij ook in Parijs geleerd, in 1887 ongeveer. Komt hij op het eind van 1887 naar Tilburg toe en heeft daar hier eigenlijk de eerste operatie gedaan. En die mopperde toch wel over dat ziekenhuis. Dat was zo ouderwets, de kinderbedjes, hè, van die ijzeren kinderbedjes. Maar je ziet hier daar op de rechtse foto ook een opname uit de Eerste Wereldoorlog. Toen er nogal wat zieke en gewonde militairen, ook nogal wat Belgische vluchtelingen in het gasthuis werden opgenomen. En de bedden, die puilden uit, hè, dat ziet u wel. Dus uiteindelijk is er dan toch een ziekenhuis gekomen. In 1924 heb ik straks nog wel wat foto's, ja, direct nog wel foto's van, denk ik. Maar eerst komen we nog in 1888 en 1893, vijf jaar later, komt er het Sint-Josef gesticht. Het eerste, mag je niet zeggen, eigenlijk het tweede bejaardenhuis. Het eerste stond op het Gorken. Maar dit is toch het tweede grote bejaardenhuis. En dit is de voorganger geweest van Kievitshorst. Hè. Toen dit afgebroken is, is Kievitshorst in het zand de tweede grote zorghuis geworden, de bezorgdhuis. We zien hier nog net het torentje van de Clarissen, 1890. We hadden daar een tante nonnetje zitten, uit Alphen. En onze opa is daar heel wat keren naartoe getrokken met de platte wagen of met het koetsje om wat aardappelen te brengen en zo. Zo werden die de Clarissen ook nog een beetje bezig gehouden, in leven gehouden. Na vijf jaar, want dat had te maken met de wetgeving in Nederland, dat eigenlijk elke gemeente moest ook een gesticht hebben of een inrichting hebben voor besmettelijke ziekten. En dat is al zo'n beetje van 1881 al die wet, en dat duurde nogal lang voordat gemeenten daar tegemoet kwamen. En de zusters zelf van het gasthuis, Elisabeth Gasthuis en de Gasthuisstraat, die waren het eigenlijk ook beu om zieke mensen die erg besmettelijk waren, en dat waren ze bijvoorbeeld al, daar ging het nog ineens niet per se over cholera of over tyfus, die waren natuurlijk ook heel besmettelijk. Maar mensen waren ook al heel besmettelijk met wondroos bijvoorbeeld. Hè? En,
Een beetje slimme dokters hadden dat al in de gaten, dat je mensen met wondroos niet tussen die anderen moest leggen. Want dat is een heel vervelende streptokok, en dan is een bacterie die nogal makkelijk overgaat. En toen hebben ze in 1888... 1893, hebben ze dat instituut, wordt het Sint-Rochus gesticht, en dat zat hier aan deze achterkant vast. Het zat vast aan het Sint-Jozef instituut, maar het zat zo'n beetje in de achtertuin van de fraters. Aan deze kant? Nee, aan die kant. Aan de kant van de Gasthuisstraat. Het heeft er nog lang gestaan, er heeft zelfs nog de voorgangers van de ROC gezeten, geloof ik, hè? We hebben nogal wat technisch onderwijs gedaan. Ja, ook, maar dat moet dus in de achterkant, het achtertuin. Dat zat aan deze kant ook. Zat aan deze kant, denk jij? Ja, ik kan het me haast niet voorstellen, omdat het in de achtertuin... Maar ik heb het niet meer meegemaakt, ik heb het ook nooit gestaan. Het heeft er gestaan tot 1981, hè? Dus dat is best lang, hè? Want de UTS ben ik daar aangenomen. Ja, er zat een technische school in ook, hè? Ja. Ja? Nou, dat hebben we dat weer geleerd. Nou, de laatste foto voor de pauze heeft dan ook nog iets te maken met gezondheidszorg. Want het is een foto die niet van Tilburg is, maar een stand. Ja, je moet eigenlijk zeggen een zitbeeld. Hè? Het is geen standbeeld, maar een zitbeeld. Hè? Een zitbeeld van de grote Tilburger Franciscus Cornelis Donders. Hè? De beroemdste, als je nou gemiddeld aan het Tilburgs publiek vraagt wie de beroemdste Donders is, dan komen ze natuurlijk nou met... Royken, hè? En als ze dan heel lang nadenken, zeggen ze, nou, als je die niet bedoelt, zult Pirkje wel bedoelen. Nee, de beroemdste Tilburger aller tijden is toch ongeveer Franciscus Cornelis Donders geweest. En vooral in de tweede helft van de 19e eeuw heeft hij enorm veel in de pap te brokkelen gehad in Nederland. Hij was in Utrecht, hij is hier wel geboren, hè, maar zijn vader was redelijk jong overleden. Dus met 9 jaar is hij al op kostschool gegaan naar Duizel. Zo deed men dat vroeger, hè. Als ze dan toch de kinderen niet goed genoeg... onderwijs konden garanderen. Dan stuurde ze naar kostschool bij meester Panke. En hij schrijft zelf later in zijn biografie, autobiografisch, van dat hij daar vrij veel Nederlands had geleerd en ook muziek kon spelen op het kapelletje op de markt van Eersel. Daar kreeg hij ook muziekles. En van meester Panke leerde ik zoveel Frans zoveel als meester Panke zelf kende. Ja, dat is ongeveer de grens van wat je kunt leren. Hè. Je kunt niet slimmer worden als uw leraar. Hij gaat met zijn 11e tot zijn 13e fungeerde ik als ondermeester en verdiende al zo mijn kostgeld terug, schrijft hij. En met zijn 13e jaar gaat hij naar Sint Agatha bij Kuik. En daar heeft hij weer de kruisheren zaten, daar geloof ik op de ongeschoeide karmelieten. In ieder geval, daar zat ook een beroemde kostschool en daar heeft hij zijn middelbare school gedaan. Dus later naar Utrecht gegaan. En daar snel hoogleraar fysiologie geworden. Eerst aan een militaire opleiding. Was een goede opleiding, hoor. Militaire geneeskundige school. Daarna naar de Universiteit van Leiden. Is een doktersdiploma, zijn artsendiploma haalt. En fysioloog wordt. Hoogleraar fysiologie. Maar vooral oogheelkundige wordt. En hij heeft dus het oogleidersgasthuis opgericht in Tilburg, in Utrecht. Het oogleidersgastinstituut voor arme mensen die het niet zelf konden betalen, hè. Dus daar zat ook nog een goed doel achter. En hij heeft onder andere ook gecorrespondeerd met Darwin. En men zegt wel eens dat de vraag is wie nou het eerste het idee had van de struggle for life. Of moet je de struggle for the fittest, hè? Die theorie. Omdat hij al in zijn inaugurele reden bezig was met de sterkste zullen overleven. En dieren met de langste nek zullen het daar in de hoge bomen... Een serie van Zuid-Afrika het langste volhouden. En zo was hij al bezig met die theorie. Maar hij zei zelf, het is onzin, Darwin was veel slimmer dan ik. En Darwin, die discussie wilde hij ook niet aan, hoor. Maar Nederlanders zeiden wel eens, nou, hij correspondeerde ook veel met Charles Darwin. Dus het was echt een man van statuur. Nou ja, zijn geboortehuis in de Nieuwlandstraat is er wel mee gekentekend. Hè. Daar is een tegel boven de deur gezet. In dit huis is geboren Franciscus Cornelis Donders. Toen hij overleed, toen hebben ze in Tilburg bij de doktersvereniging toch wel even stilgestaan. En even een moment van stilte gehad, omdat we toch wel het besef hadden dat het een ontzettend beroemd man was. En die was toch maar hier in Tilburg geboren. Dat is een beetje voor de pauze. Eventjes een kwartiertje rust en dan gaan we verder. De tweede helft, ik denk dat ik...
in een half uurtje nu al klaar zal zijn, zo ongeveer. Dat merk je ook, ja, als je over kaarten. Kaarten is toch vooral kijken. En daar valt niet zo heel veel altijd over te vertellen. Of je moet ze bijna voorlezen. Dat is soms wel geinig, hoor. Maar ik heb met name, sinds ik die serie heb gemaakt voor de Duinsberg, toch nog wat uitgebreid. En met ook wel interessante dingen. Ik kijk dus veel op, niet op grote beurzen, maar op straatmarkten in België. En er liggen ontzettend veel mensen met kaarten. Lagen, moet ik zeggen. Want dit jaar met corona zijn bijna alle markten afgeschaft. Maar de laatste jaren ging het ook wat moeizamer, hoor. Er zijn er niet meer zoveel. Maar ik kwam zo'n kaart tegen. Ik denk, hey, die ken ik. Maar Schravenhagen, kan dat? En dat zeg je dan meteen, hè? Als je hier in Tilburg vaak genoeg bij de HEMA bent geweest, dan zeg je, die ken ik. En dat, ja, tweede handje, hè? Dus ik heb het er ook bij staan. Dan heb ik de laatste kaart nog maar een half jaar geleden gevonden, waar het beeld van Willem II in front op staat. Maar dat was mij niet zo opgevallen. Maar met name dit beeld, dat valt in de gemiddelde Tilburg waarschijnlijk op. Dat is het beeld van Willem II, wat al in 1854, staat er ook bij, hè. In 1854 is opgericht in Breda, Buitenhof. En daar tot 1924 heeft gestaan. Toen wist hij niet zo goed wat ze wilden en konden doen. En toen was Tilburg heel gretig. En die zei, wij willen wel een beeld van onze koning. En zo is het beeld dus uiteindelijk in Tilburg terechtgekomen. Ik dacht, nou heb ik een unieke kaart. Maar dat is niet zo, want het boekje van Ronald Peters over koning Willem II en Tilburg, daar staat niet deze kaart precies, maar ook een kaart van Willem II op het Buitenhof. En nog wat bijzondere straten rond de kern van Tilburg. Ook oude kaarten, het Noordstraat en de Paleisstraat. Die kennen we al niet meer als straten. Maar zeg maar aan de kant van tussen Piersplein en de Bisschopsvijfstraat. Een hele beroemde kaart is toch ook wel, die veel wordt gepubliceerd ook, is boven het viaduct van de Alleenhouderstraat, Gasthuisstraat, waar je hier zo het Belslijntje ziet aftakken. Zoals het eigenlijk tot 1958 heeft gelopen, hè, van het station. Een Belslijntje heet ook zo, omdat het door een Belgische maatschappij is aangelegd met Belgisch en vooral ook Engels kapitaal in 1867. En geëxploiteerd is van het begin af aan door de Grand Centraal België. Zeg maar, dat was de ProRail van België toen. De Grand Centraal, die dus de exploitatie deed, hè, dus niet de aanleg, maar de exploitatie van de Belslijntje ook heeft gedaan. En die had de helft van het spoorlijnnetwerk in België ongeveer, de Grand Centraal België. De Grand Centraal België wordt genationaliseerd in 1896. En dan vragen zij de stukjes van de Grand Centraal die op Nederlands gebied lagen. Dat waren Luik, Maastricht en dat waren Eindhoven, Hasselt. En dat was niet het stuk van Antwerpen, dat was van een andere maatschappij. En dat was het Belslijntje. En die zijn toen door de Nederlandse Staatsspoorwegen, SS, toen kon je dat nog zeggen, dat is later een andere betekenis gekregen, maar Staatsspoorwegen, hebben die overgenomen. En als je deze bocht maakte, dan kwam je al heel snel, daarna kwam je langs het fabriek van muziekinstrumenten van Kessels. En vandaar, daar staat ook op die kaarten, vaak, het is een getekende kaart, een spoorlijn ingetekend met de locomotief op het Belslijntje. En toen heb ik mijn verhaal af en toe wel eens een beetje uitgebreid en aangekleurd. De muziekfabriek van Kessels waar ze, je kunt het niet verzinnen, maar allerlei instrumenten maakten. Niet alleen piano's en pianola's, maar ook heel veel de smederijwerk, hè, dus trompetten, houten muziekinstrumenten. Je kunt het bijna direct niet bedenken of Kessels maakte het. En die heeft met name, het is natuurlijk een wisselwerking geweest, omdat er veel instrumenten waren, kon er ook veel harmonieën komen. En andersom, omdat er veel harmonieën kwamen, waren er veel instrumenten nodig. Dus heel veel harmonieën in het zuiden van Nederland in ieder geval, stammen uit de periode zo van tussen 1890 en 1910-20. De oudste harmonieën, zoals Loon op Zand en Gils Rijen, waren al van 1850 zo ongeveer, een halve eeuw, als die ouder is. Hilverenbeek had ook zo'n oude uit de jaren 1840. Die boertjes maakten al vroeg muziek. De eerste trein van Breda naar Tilburg heet. Toen stopte hij in Gils Rijen en werd hij verwelkom geheten. Er zat het hele kabinet op van Torbekken op die trein. Want het was de eerste spoor van het staatsspoor. Dat vonden ze moest met de nodige festiviteiten moest dat gepaard gaan. En dan schrijft
de reporter, de journalist in de krant, van toen wij verzochten aan de harmonische Cecilia uit Gilze om onderhand eens op te houden, toen, want onze oren deden pijn, toen zijn ze toch maar gestopt. Dus die harmonie was nog niet altijd even zuiver. Hier zie je zo'n kaart van Kessels, ook een aanzichtkaart. Dit niet, dit is van een boekje wat hier in de bibliotheek hierachter staat. Een prachtig boekje wat ik een jaar of 10 geleden heb ontdekt, waar de hele samenstelling van al die harmonieën in stonden. Ik keek mijn ogen uit. Dus in Alfa hadden we ook een harmonie van 1893, geloof ik. En niemand wist wie de eerste oprichter was, niemand wist wie de eerste voorzitter was. En daar stond het hele samenstelling van de harmonie van Alfa, van Lodop Sand, van Ulverbeek, al die harmonieën. Alleen Riel had nog geen harmonie. Riel had pas een fanfare in 1945, na de oorlog. Maar die andere harmonie stond hier allemaal in. Een prachtige brochure die hier in het archief bewaard is. Van een groot festival wat ze gehouden in 1893. Vooral de secretaris van de harmonie van Goorlen maakte zich erg veel zorgen. En die zei tegen zijn muzikanten: jongens, niet voor dat wij de finale moeten spelen, wij gezat drinken. Hè? Dus het was eigenlijk een drankverbod voor die tijd. Maar dat was moeilijk te handhaven, heb ik begrepen. Maar in ieder geval, s'avonds gingen ze allemaal landend naar huis. Die harmonieën hadden net zoiets als wat paardenconcoursen ook hebben. Elk paard krijgt ongeveer een strik. Hè? Elk paard heeft ongeveer prijs. En dat was bij die harmonieën ook. Ze hadden ontzettend veel subafdelingen en subdivisies. En als je dan de eerste, tweede, derde prijs deed en je was met 4 harmonieën, dan hadden we 3 prijzen. Deze kaart heb ik pas bij mevrouw Luiter 2 maanden geleden overgenomen. Een kaart die ik ook nog nooit gezien had. Van niet alleen de Sociëteit Nieuwe Koninklijke Harmonie, zoals de vorige was, maar Sociëteit Orpheus. Die kende ik al wel, omdat dokter Bloemen was toch ook een vooraanstaande dokter in Tilburg. Zeker de oude Jan Bloemen. De oude Jan Bloemen komt hier al in 1887, zie je, tot 1923. En die wordt opgevolgd door de jonge Jan Bloemen. En de oude Jan Bloemen, die heeft met name ook Piet Stams als patiënt gehad. En Piet, die zei dus in 1914 van: dokter, ik weet niet wat ik heb, maar mijn broek valt van mijn kont af, je moet mij helpen. Wat is goed, zei de dokter, vertel het maar eens wat ik heb. Ja, zit, ik heb nog even een probleem, zit, ik heb geen rode cent. Dan hebben we 2 problemen, zei de dokter. Nee, zei hij, dat heb ik al gedacht. Je mag mij houden na mijn dood. En zo had hij dus een consult al betaald. En hij staat nu nog te pronken bij ons in het museum. Hij heeft dus tot van 1914-15 tot 1900... Want hij heeft ook bij zijn zoon nog in de praktijk gestaan. Tot 1945, de hele oorlog door, heeft hij daar nog gestaan. En toen is hij toch verhuisd in de familie. En zo komt hij eigenlijk als zwervend terug van Moergestel in 1988, geloof ik, naar ons museum toe. Piet Stams. Dat allemaal naar aanleiding van Orpheus. De Willem II straat in 1904 werd toen Poststraat genoemd, geloof ik. Bij het postkantoor, op sommige kaarten staat Poststraat, maar ten onrechte was dus het postkantoor in de Willem II-straat. Hier zie je ook duidelijk de achterkant van die foto's, hè, met 2 stempels erop. Ik weet niet of het deze goed herkenbaar zijn. Ja, 1904. Van, het kleine torentje wat we in het midden van de kaart zien is de synagoge, denk ik, of niet? Ja. Ja. Moet je even goed kijken. Ja. Die staat er nog. Ja, dat is een paradox, hè? Dat Theo? De drukkers en uitgevers van de kaarten kwamen ook uit Tilburg? Die kwamen maar ongeveer voor de helft, schat ik. Ik heb het niet precies uitgegeven. Ik heb van Ad een dikke album van jullie gehad. Daar hebben jullie alle aanzichtkaarten uit Tilburg. Wat microniveau, een kleine post. Nee, iets groter als post, zeg ik wel, maar als het een plaatje, dan kun je dat wel nakijken. Maar het valt op dat er heel veel handel in was. Dus zeker toen de Eerste Wereldoorlog, hebben we daar in Alphen redelijk mooie voorbeelden van. Daar kwamen dus, er hebben hier iets van 10.000, 12.000 mobiliseerde soldaten in Midden-Brabant gezeten. Die wilden allemaal een kiekje sturen naar hun ouders in Friesland en Noord-Holland. En in Riel hadden ze nog 5 kaarten op voorraad. En de tweede week waren ze allemaal uitverkocht. En dan hebben ze zo gauw mogelijk geprobeerd kaarten bij te bestellen. Dat ging natuurlijk niet zo goed. En toen hebben ze van die kaarten alsof ze uit Marken en Volendam komen. En daar zat alleen een wolkje in. En dan kon je de groeten uit. Riel kon je er dan eens drukken soms, hè, met een stempel. Hè. Dat zijn heel curieuze kaarten. Maar dat is zo is dat gebeurd.
En toen rook natuurlijk de handelaar, de middenstand al heel gauw handel in. En dat die kaarten, die liepen vooral in de Eerste Wereldoorlog als een tierenlier. Maar voor die tijd zie je over het algemeen wel dat het plaatselijke uitgevers zijn. Dus de café-eigenaar in Riel, Harry de Groot, die geeft kaarten in Riel uit. En dat had hij 4 verschillende. En zo ging dat in Alphen vanaf 1902, geloof ik, in 1903, komen daar de eerste kaarten. In Tilburg heb ik geen oudere kaart gevonden dan 1898. Dus die worden dan vooral door de plaatselijke boekhandels, maar ook andere mensen die wat toeristische... ook dat woord bestond al bijna, de eerste ANWB, of de eerste VVV's moet ik eigenlijk zeggen. Hè. Dan praat je over Valkenburg bijvoorbeeld, hè. Die heeft een hele oude VVV uit de jaren 1890 ongeveer. Die hebben daar al zin in. Maar na de Eerste Wereldoorlog, of vanaf de Eerste Wereldoorlog, komen er heel veel externe drukkers bij. En ook in Tilburg zie je drukkers uit Amsterdam of uitgevers uit Utrecht, uit van allerlei plaatsen in Holland die dat hier versieren. Ik heb ze kaart gekocht met een beetje 3D, dus een beetje een ik was uit 1909 van het Wilhelminapark. En die heb ik geruild tegen 2 hele oude kaarten met een van onze jongens in Goorden, die ontzettend veel kaarten spaarden. En dat is ook bij collectioneurs, merk je, als ze zoveel kaarten hebben dat ze eigenlijk niet meer weten waar ze moeten beginnen, dan gaat men thema's verzamelen. Hè. En hij had toen als thema alles van het Wilhelminapark wil ik hebben. En die kaart was hem dus heel veel waard, maar er was een Duitse uitgever. Die dus een soort 3D, hè. Je kon er de bomen voelen, hè, in die kaart. En uit 1909, heel curieus. En voor mij was hij niet meer waard als de andere kaart. Dus ik zei, die maak ik even mijn beste. Ik ken daar ruil ik hem wel. Maar de uitgevers die komen eigenlijk vooral na de Eerste Wereldoorlog overal vandaan. Oh, even terug. Ja, station had ik u gezegd. Hè, Tilburg heeft natuurlijk toch wel geboft. Hè. Als je kijkt, een prachtig station Tilburg heeft meegekregen met de staatsspoor. Het staatsspoor die de lijn Breda-Tilburg als eerste staatsspoorlijn aanlegde in 1863... En dan krijg je er een station bij. Want het staatsspoor had een heel schema voor stations. Hè. Je had stations van de eerste klasse, tweede klasse, derde klasse. En dan krijg je, dit is, als ik het goed weet, de derde klasse. Hè. Zie je dat? Dus je moet bij tweede klasse moet je denken aan Dordrecht bijvoorbeeld. Heel groot station. Staat er nog een. Heel mooi groot station. Dordrecht, maar ook Zutphen. Hè. Dat was een hele machtige plek. Hè. Je kunt vaak zien, als er nog rechtbanken zitten, dan zit Zutphen ook nog. Zutphen is nu natuurlijk een middelgrote stad, echt niet groter. Ik denk 60.000 inwoners of zo. Maar in ieder geval geen grote stad. Maar Dordrecht is nog steeds een grote stad. Heeft een station van de tweede klasse, als ik het goed weet. En de eerste klasse was, denk ik, zo'n beetje wat. Je kunt Amsterdam niet zeggen, want dat is van Kuipers. Hè. Je kunt ook Den Haag niet zeggen, want dat is Hollandspoor. Hè. Dat was een aparte maatschappij, hè. Hollandspoor. Zo had je de Société Anonyme de Chemin de Fer de Noord de La Belgique, die heeft het wel lijntje aangelegd. Hè. Ja, en daarna had je ook een staatsspoor. En dat is, ja, je had verschillende sporen. Hè. En dat Hollandspoor is eigenlijk een van de grootste stations van Den Haag geworden. Centraal is natuurlijk veel nieuwer nu. Hè. Maar Centraal, dat loopt de dood. Het is een plek waar het staatsspoor had. Ja. En die hadden dus verschillende. Maar zo had ook het Belgisch lijntje, dus Grand Centraal België, een apart kantoortje hier op het station. Hè. En zo had dus de Zuidoostermaatschappij, wij kennen die nog als busdienst, hè, maar de Zuidoostermaatschappij die heeft Tilburg de Bos aangelegd, maar dan is het al 1876, als ik dat uit mijn hoofd zeg. En die is op Loven heeft hij een noodstation gehad. Hè. Die mocht niet zomaar eindigen op het Centraal Station. Nee, het Centraal Station was van staatsspoor. En daar had de Grand Centraal België een kantoortje, kon je apart biljetjes kopen voor het Belgisch lijntje. En na 1 of 2 jaar is de Zuidoosten ook toegevoegd aan het Centraal Station. Maar die staat op Loven. Je kunt het aan de spoorbaan nog bijna zien. Dat er een aparte afrit is tussen de Ringbaan Oost en de... Bij de Zuidoosterstraat. Dat is eigenlijk aan de andere kant van de Ringbaan Oost. Hè. Ja. Maar ja, Tilburg had natuurlijk toch een prachtig station. Hè. Dat heeft wel zeer gedaan toen dat in 1961 toch tegen de grond moest. Eigenlijk moest het station tegen de grond omdat we hoogspoor kregen. Hè. En het hoogspoor is dus ook al helemaal op niveau in station. Dan moet je niet voor niks omhoog. Maar over de Westert en over de Gassenstraat. Want de Koestraat heette dat toen nog, hè, de Westert. De Koestraat en de Gassenstraat waren natuurlijk toch verschrikkelijke opstoppingen. Hè.
Dus er had alle reden voor om dat te vernieuwen. Maar toen al was hier als het de kosten van zijn station gaat. Maar Tilburg mag blij zijn, want hij heeft natuurlijk een prachtig station teruggekregen. En dan kunnen we met name niet zeggen van onze buursteden. Hè. Die komen direct nog eventjes. Ik heb hier nog een zeldzame fotokaart van het personeel van de atelier. En die kreeg ik zomaar van een boertje uit Riel. Die zei, ja, ik heb die bewaard, zei die, want mijn vader stond erop. Want die foto is wel ongeveer 1924. Maar mijn vader is in 1927 overleden. We hadden geen fatsoenlijke foto van hem. Zo ging dat in die jaren. Hè. Mensen hadden nog geen tijd gehad om een fatsoenlijke pasfoto of foto te maken. Toen hebben ze die foto maar in ere gehouden. Zo is deze zo goed bewaard gebleven. En dan ze dus een kruisje op zijn borst gezet. Daar is hem. Daar is hem. Heet hij niet meer zijn voornaam Jan Aert? Ja, Jan Aert. Van Brakel in Hiel. Maar ik zei u al, even naar de buren kijken. Kaart waar ik verschrikkelijk blij mee was. Ik heb nog nergens ooit gezien een kaart van het station in Breda. Er zijn wel veel kaarten van het station in Breda. Maar niet uit de eerste decennium van de 20e eeuw. Het is een kaart uit 1901. En dit waren ook typische stations die niet in die serie pasten van klasse 1, klasse 2, klasse 3. Maar dit was een station dat van hout was, want dat moest weer snel afgebroken en opgebouwd kunnen worden. Waarom? Omdat Breda een garnizoenstad was. Nee, omdat Breda een niet garnizoenstad, maar een citadelstad was. Hè? Met een grote kring van vestingwerk. En die moesten van de vestingwet. De vestingwet is pas, ik dacht in 1866, afgeschaft. Maar toen het eerste spoor in Breda kwam in 1854, dacht ik dat het al was naar Roosendaal. Toen hebben ze dus een noodstationnetje gehad op de rand van de vestingwerken. En dat was tegen alle wetten in, hè? Maar ze hadden een vergunning gekregen om dat te doen. Maar dat was wel een noodstation en dat lag dus 200 meter ten westen van de markt. En de markt die ligt nu nog ten westen van het station, dus daar nog westelijker van lag dat noodstation. Nou, dan is dit het tweede station, dat komt in 1864. Dus net als Breda-Tilburg er is. En dan zeggen ze nou, we gaan er nou maar vanuit en die vesting toch wordt afgebroken. En toen hebben ze op de rand van de vesting, op de rand van de vestingwerken, hebben ze dit station gebouwd, maar dan zo dat het snel afgebroken kon worden als de Russen voor de deur stonden, zouden wij nou zeggen, hè? Als het oorlog zou worden. En dat is eigenlijk de reden dat er een houten station staat. Heeft gestaan, schrik niet hè, tot 1973 toe. Hè. En toen kreeg Breda eigenlijk een vrij lelijk vervangend station. En het nieuwe station, daar moet je nog niet jaloers op zijn wat er nu staat. Eerlijk is braaf, hè. Dat vinden wij als Tilburg. Nee, dat is geen mooi station. Rotterdam, die heeft nog een typisch station gekregen. Maar, en zo is het aan de andere kant. Den Bosch heeft natuurlijk een prachtig station gehad vroeger. Van de zoon van Kuipers. Hè. Ja, die Kuipers die kunnen het allemaal. Maar natuurlijk, ja, bijna een paleis als je zo kijkt. Hè. Dat heeft in de oorlog, met name omdat Den Bosch bevrijd is vanuit het oosten, vanuit Rosmalen ongeveer. Hè. Dezelfde compagnie, divisie, die de Welsh en divisie van het Engelse leger die Hilver van Beek hadden bevrijd. Op 4 oktober 1944 hebben 3 weken moeten wachten voordat ze verder mochten. Toen zijn ze ondertussen maar een beetje gaan kuieren. Toen kwamen ze in, dat was natuurlijk al een tactiek, hè. Regelmatig werden die divisies verhuisd of ruilen met een ander. En deze komt te liggen aan de kant van Vught-Rosmalen. En Rosmalen eigenlijk vooral de oostkant. Neer van oostkant hebben die de Duitsers eruit gejaagd. En er is enorm veel geschoten en gevochten. En met name als je dus van de Allerheilige Weg komt, of weet je? Zo weet je, geloof ik. Hè? Allerheilige Weg in Den Bosch komt, tegen station. En dus het station, dat was werkelijk waar helemaal vernield. En die kregen dus in 1950 ongeveer een nieuw station. Ja, daar was ik. Het perron is heel mooi. Het perrongebouw is heel mooi. Maar de stations in Den Bosch tellen ook niet echt mee als het gaat over de top 10 in Nederland. En dat is nu nog niet. Dus het is maar om jullie. Niet jaloers te maken, maar we moeten Tilburg blij zijn met die stations die we ooit gehad hebben. Wat reed er nou voor materieel? Dat is nog niet makkelijk hoor. Ik heb voor het Belzijntje ooit uitgerekend, toen het Belzijntje geopend werd in 1867, reden de treinen 34 km per uur. Dat kon je zien, hè? Ze reed morgens om 6:10 weg in Tilburg en ze komt om 7:15 in Turnhout aan en ze stopte 4 keer. Laat dat dus 4 keer 5 minuten zijn, kun je ongeveer uitrekenen hoe hard zo'n trein gemiddeld rijdt. Hè?
Dus de snelheid van de treinen, dat weten we ongeveer, die komt ongeveer in 1900, kon de treinen al 100 km per uur rijden. Dat was hard. Maar voor die tijd was het dus echt behelpen. En om te kijken wat die nou voor materieel hadden, moet je dan toch vaak de oude ansichtkaarten. Nou, ik heb zo'n ansichtkaart gevonden, dan moet je gelijk je portemonnee vasthouden, want ansichtkaarten waar molens op staan, of treinen, ja, die gaan allemaal door het plafond, hè, qua prijzen. En meestal deed hij dat dan zo in België ook. Dat was de Nederlandse kaart. Die liep je niet zo hard in België. En daar kocht ik er een paar bij. En dan zei ik, god, mag ik die samen hebben voor 15 euro. Maar deze kaart kost 9,5 euro. Dus dat zijn dikke muur. Maar ze geven wel een heel mooi beeld. Kijk, zo'n mooie koperen koepel erop. Hè. Dit zijn dezelfde soort loks. Heb ik gezien op tekeningen en zoals in België. Die in deze tijd ook op het Belgisch lijntje rijden. Een mooie voertuig. Derde grootste station van Nederland was het station van Baarle-Grens, in 1906 gebouwd. Met enorme dromen hadden ze toen. Hè. We gaan Roosendaal-Antwerpen ontlasten. En de kortste verbinding, dat is toch eigenlijk tussen Amsterdam en Parijs, over Alphen aan Hielen. Nou, dat hebben ze wel geweten. Ze hebben er een prachtig station gebouwd op de grens, maar de Eerste Wereldoorlog komt er al 6 jaar later. En dus het is nooit iets geworden. Hier loopt de prikkeldraad. Deze paaltjes. Prikkeldraad van de elektrieke draad die in 1915, 16, 17, 18 de grens parkeerde. Dus heel station was eigenlijk in de oorlog, stond niks te doen. En de concurrentie van met name het wegverkeer kwam in de jaren 20 zo hoog. Uiteindelijk Belslijntje was ook altijd een lijntje geweest van één spoor. En ook altijd niet geëlektrificeerd. En dat is opgebroken, want het is eigenlijk nooit meer iets meer geworden dan een boemeltreintje. Hier, alsjeblieft, zeg ik dan, hè. Potverdorie. Dat zijn ook nog eens kaarten, hè. Je schrikt ervan als je ziet, zeg je, wat staat daar? Dat is het paleis van de Rode Harten, zeg maar. Het klooster van de Rode Harten van de achterkant. Altijd bij jou in de tuin. Ja. En, heel mooi, hè. Ik heb er ook een pijltje bij gezet. En hier zit de watertoren, hè. Die zie je daar aan de andere kant. Wat prachtige kaarten. Uit 1906, want volgens mij 28 september... Beste ouders, alles is best overgekomen, het portret ziet er goed uit, niet waar. En dan een heel verhaaltje over hier zo. En dan staat hier, ik had wel een tjerk, denk ik, dat er staat. Maar een mooi, fraai voorbeeld van de toptijd, hè, 1907. Hè, toptijd, dat die kaarten, eigenlijk de foto is net zo groot als de voorkant. En daar konden ze bijna niks meer opschrijven. Want je mocht aan de achterkant nog niet schrijven. Hè. Dus er ging zo'n boodschap ging in de rand en soms helemaal rondom terug. Een groot missiehuis, hè? Men schat dat er wel minstens 10.000 paters en broeders zijn opgeleid om in de missie uit te dragen. Ze hadden 2 seminaries, ze hadden ook nog een seminarie in IJmuiden. Velsen IJmuiden, moet ik eigenlijk zeggen. Maar er zaten hier heel wat leerlingen op in de Rode Harten. Ook een van de eerste kloosters die hier uit Frankrijk overkomen, hè? Een mooie kaart die had mevrouw Luiten. Ik had, was verbaasd, ik had het ook nog nooit gezien. Van een vrij lege Bredaarse weg. Wat is dat van de overkant genomen? Hè? Hier staat ongeveer de watertoren hier links. Hè? Daar hoort het hekwerkje wel bij, denk ik. En dit was ook wel een interessante kaart als je die zo gaat lezen. Hè? 1902. Van, zijn afgelopen week nog naar Kamer geweest. En die en die uit Genoe was. En hier staat... waren de meisjes van Baten met 2 A's uit Alphen. Dus ik heb die gelijk naar mijn vriend Dries Baten gestuurd. Ik zeg, god, kun je die thuis brengen? En dan is zo'n kaart ook de voorkant nog interessant. Althans, de tekst nog interessant. Want kijk, wat deden mensen allemaal in die jaren? En gingen ze toch naar ik denk de kermis van Kaan was geweest of zo. Kermis van Kaan? En daar waren ze dan samen naartoe geweest en dan... En zo ging dat. En dat schreef, ja, en dat schreef ze dan ook. Ja, Tulburgers kunnen niet zo gek mooi krijgen. Hè? Je weet toch, elk jaar de kermis van Golden gaan ze voorproeven. Hè? Eind juni dan gaan die Tulburgers uit Broek ook. Die komen dan bij ons even kijken. Waar komen ze vandaan, zeggen wij. Uit alle hoeken en spleten. Nou, tenslotte nog wat kaarten uit de collectie. Vooral van Wim Franke. Die heeft heel veel kaarten met name vanaf 1920. Maar ook kaart waarbij je ook tijdsbeelden ziet die je niet meer kent. En bij dat blauwe pijltje, daar staat een politieman op zo'n tonnetje. Kun je je nog herinneren? Die stond op zo'n tonnetje bij de Zomerstraat het verkeer te regelen.
met een witte uitrusting, hè, een witte broekband en een... En rechts is dan de Koffersweg? En rechts is dan de Koffersweg, ja. Ja. Hier zo weer, hè? Ja. Heeft die deur uit, hè? Ja. En al het verkeer, dat moest toen nog over Bredaarsweg. En ja, je krijg je dan vervolgens, als je doorrijdt, vervolgens scheurde je de Heuvelstraat in, zei je dan. Maar dan moest je er waarschijnlijk ook al heel voorzichtig zijn. En dan had je, nou, dat is toch ook curieus bijna voor een moderne Tilburger. Hadden ze dus bij Pijnenburg, hadden ze daar een stoplicht boven in de lucht hangen, hè. En dan moest je dan nog stoppen. Heel, je moet al aardig oud zijn als je dat nog kunt herinneren, denk ik, niet, Jan? Ik denk dat de oudste stoplicht van Tilburg is. Ja, ja, het zou goed kunnen, ja. En hier kijk je aan de andere kant, dan kom je de Heuvelstraat uit, op de heuvel, en dan reed je zo de... kwam je op de heuvel uit, hè. Nou, een heuvel, daar kun je ook zien op die kaarten, de heuvel heeft gevochten met auto's, hè. Geen auto's erop, zie je rechts, hè. Hier links stonden heel veel auto's op. En wat ook heel interessant is in zo'n kaart, dat je ook de passerel nog ziet van de Koestraat, hè. Je komt in de Koestraat en bij de Gassenstraat met zo'n ijzeren trap over het spoor heen lopen. Je kon zelfs je fiets meelaaien, hè, meenemen. Curieuze kaarten, maar vooral ook als je zo die achtergrond een beetje bekijkt, de passerel. We hadden in Turnhout precies hetzelfde. Hadden ze ook een passerel, als Bels dat je zo vooraan Turnhout inkomt. Om, ja, die trein die reed maximaal 6 keer op een dag, hè, dus er was al niet zo druk bij het Belslijntje. Maar hier was het natuurlijk Eindhoven en Den Bosch. Ik denk dat je hier een derde van een uur stil stond, zo ongeveer, als je niet uitkeek. In Dordrecht hadden ze er ook een en dan was hij zo stil dat ze met enig gevoel voor ironie de brug tegen ja. Nou, een paar plaatsen van het nieuwe Liesbeth ziekenhuis. Al vanaf 1929 in functie, hè. Daar beginnen ze al in 1924 streken over te denken. Moet het aan de westkant komen of aan de oostkant? Nou, liever aan de westkant, want de vuile luchten die komen uit het westenwind over de stad. En die komen dan, ze hebben het niet gewonnen. Er waren ook dokters die daar tegen protesteerden. Je moet het niet aan de oostkant van Tilburg doen, want dan krijg je al die smerige lucht, hè, van de textielfabrieken, van de schoorstenen over je heen. Het is toch zo geworden. Het ruimtelijk probleem heeft het waarschijnlijk gewonnen. Ja, en een paviljoensysteem, dat kun je dus uit de luchtfoto heel mooi zien. Hè. Dat is echt de moderne bouw van de jaren 20. Kinesisch ziekenhuis in Tilburg is precies hetzelfde. De Eindhoven, Nijmegen, is precies hetzelfde. Kinesisch in Nijmegen, hetzelfde als de Liesbeth. 4 paviljoens. En er komen dus nog later paviljoens bij aan de oostkant. Huis van de directeur, kun je dat ook nog zien. Hè. Ja, hier net niet, want het staat in deze hoek. Hè. Huis van de directeur. En wat heel opvallend is, wat ik ook nooit geweten heb, die hele grote ramen op de rechtse foto. Maar een hele grote ramen voor die tijd, hè? Niet te laag. Dat is voor de OK. Het Witte Huis is, als ik het uit mijn hoofd moet zeggen, ongeveer in 1918 gebouwd voor een directeur van de Oostenrijkse lederfabrieken, hè? Ja. En is al ongeveer in 1950 bestemd geworden voor de radiologie, hè, voor de bestraling. Ja. Is op het monument van de week geweest. Is heel mooi gerestaureerd op momenten. Er worden twee getrouwde mannen in en die hebben veel geld, hè. Die hebben het ontzettend mooi gerestaureerd. Mooie straat, hè, want dat is de straat van Arend Jan. Hè. Maar het heeft dus gefunctioneerd toen ik heb in 1974... nog op de ambulance gereden in Den Bosch als student. En zo gauw mogelijk dat ziekenhuis rijden waren dat toen. En nu is het, ze doen bijna 40% op straat. Hè. Ze brengen 60% niet naar het ziekenhuis toe, over die ambulancebroeders. Maar vroeger was het zo snel mogelijk. Hè. Maar er was ook al die bestralingen, die gingen allemaal in Tilburg naar het Witte Huis. En de GGD ook goed aan verdiend, want al die patiënten uit het Elisabeth ziekenhuis had ze overigens wel een apart tarief voor afgesproken. Hoor. Wat was te zot om daar 600 gulden voor te vragen. Hè? Dat kostte een gemiddelde stadsrit toen. Maar als je dan van het Elisabeth ziekenhuis de voorkant naar het, of de achterkant naar het Witte Huis moest, dan was het natuurlijk wel overdreven. Dus hadden ze wel een apart tarief voor. Maar het heeft heel lang gefunctioneerd, tot het Verbeterinstituut naast het Maria ziekenhuis wordt gebouwd. Hè? Dat duurde ook veel langer. Hoor. Maria is al van 1966. En het Verbeterinstituut denk ik van minstens 15, 20 jaar later. Ja. Maar het zijn dus de OK's die daarom zulke grote ramen voeren.
Nou, hier zie je nog wat van binnen van Dionysius paviljoen. Toegang bestaat nog, hè. Als je nu de jonge dokters, hè, jonge dokters, ik bedoel die dokters van 40, 45 jaar in Tilburg. Als je daar een keer mee gaat fietsen en dan komen er bij de klasse. Ja, bijna, het bioscoop moet je bij een theatertje. Theatertje. Komt dan, kijk, kijk zo'n oog uit. Het gaat een monument worden, hè? Ja? Eind van het jaar. Ja, ja. De eerste plaats. Ja, die eerste plaats, de boog. Toegangsboog is er nog, hè, een klasafdeling. Nou, Wilhelmina Park, ik heb straks iets van verteld. Ook een oude kaart, 1898, en Juliana Park. Ik heb nog een kaart, die staat op Oranje Park. Ja, oorlog, hè? Mocht ik geen Wilhelmina. Oranje is de oorlog. Ja, nee, dan heet het eigenlijk Noordpark, hè? Noordpark. Oranje Park, bij jou? Oranje Park. Oh. Ik snap er dan niks van, maar voordat Wilhelmina geboren was, denk ik misschien. Nee. Marina Wilhelmina was al geboren toen het park kwam, hè? Dus het park heeft denk ik toen al met deze naam gekregen, hoor. Ja, maar het parkje van. Het Julianapark heet het Goortepark en het Wilhelminapark heet het Oorlog. Ja, maar het Julianapark is er ook nog geweest, hè? Dat zou kunnen. Maar het is, volgens jou is het Wilhelminapark. Ja, het staat erop. Ja. Je moet kaarten niet altijd geloven, zei ik straks al eens. Ze zei post staat bij een kaart uit Wilhelm II-straten, als postkantoor erop stond. Dat is het Alphen ook wel, hoor. Daar hebben ze ook van de Judendijk ook een keer poststraat gemaakt. Die uitgevers van elders, die wisten vaak ook niet precies hoe het heette. Maar. Die twee beesten, die is ook de kant van Veldhoven, hè? Deze kant uit. En tot slot, ja, wie weet er nou nog van de jongelui dat we hier een dierenpark hebben gehad, hè? Van 1932 tot 1973. En de toegangspoort staat er nog, hè? Moet goed kijken. Maar de poort kun je nog terugvinden aan de, naast de nieuwe ingang van de Cup, hè? Ja, en vooral de grijze eekhoorntjes. Die in het plantenbos lopen en zo, die komen daarvan, die zijn daar ooit ontsnapt. Nou, deze laatste kaart is een beetje een beeld te geven van wat we nog heel vaaglijk herinneren. Hè. Bij Boekenmutsers kan ik me nog wel herinneren dat ik dat bij mijn vader een keer reed, dat we allemaal boompjes hadden, zo tot kniehoog, tandjes tot je enkels. Hè. Allemaal nieuw. Nieuw. Nou ja, je hebt hier een beetje een indruk van hoe klein die tandjes waren. Hè. En dit is Ringbouw, maar dit is in ieder geval het zand en Ringbouw. Ik hoop dat jullie zo een beetje een indruk in ieder geval hadden van hoe de aanzichtkaart de geschiedenis in Tilburg een beetje begonnen is. Hè. En hier ligt in ieder geval van de Heemkundekring een map met alle kaarten. Dus heb je er ooit een die je niet thuis kunt brengen? Vraag dan Ad en het is nog zo'n dikke pillen af. Loodzwaar, dat is in ieder geval heel de combinatiekaart al.